Openluchttheater in Drunsum krijgt een overkapping. De kosten daarvan vallen hoger uit. Maar waarom eigenlijk? En hoe lang duurt het voordat het theater gebruiksklaar is? Dat had te maken met de tijdsdruk waarin we de aanbesteding moesten doen. Het staal dat duurder is geworden in de tussentijd tussen de aanbesteding en tussen daadwerkelijke gunning. En de tijdsdruk lag er met name in het feit dat we met de parade hadden afgesproken dat het voor de parade klaar zou zijn, dat ze hier ook een heleboel voorstellingen konden doen. En het is ook tijd voor een opknapbeurt voor het openluchttheater. We hebben de handen ineengeslagen, we hebben subsidie aangevraagd bij de provincie. We hebben een kleine bijdrage gekregen van IBA voor een grotere uitbreiding. En zodoende hebben we hier vandaag dit prachtige park kunnen updaten met een prachtige overkapping. Iemand die ook heel erg blij is met de overkapping is Elise Didde. Zij organiseert kindershows. Ik ben heel blij met de overkapping. We spelen hier vele shows. En normaal moeten we in verband met slecht weer of als het te warm is, moeten we uitwijken naar een andere plek, bijvoorbeeld de Brikkenoven. En met die overkapping is dat niet meer nodig. Kunnen we altijd droog en of in de schaduw spelen. Voorheen keken we altijd op buienradar. En was het inderdaad uren van tevoren kijken, wat doen we, welke keus gaan we maken in overleg met de gemeente Bruntum. Kiezen we ervoor, gaan we voor het risico dat het droog blijft of gaan we toch naar de Brikkenoven om zeker te weten dat we droog zaten. Maar we krijgen een prachtige overkapping die helemaal aansluit bij het groen van het park. Die pilaren worden in een bruine vorm uitgevoerd zodat het op bomen lijkt. De onderkant lijkt alsof je tegen de onderkant van bomen aankijkt. En we kunnen gewoon eigenlijk vanaf prille voorjaar tot in het late najaar prachtige evenementen hier organiseren. Kunt u iets zeggen over wanneer de overkapping af zal zijn? Ja, we sturen op dit moment op september-oktober. Zoals u weet, door de COVID-19-problematiek gaat de parade niet door. Dus die kritieke datum die is er niet meer. En op dit moment zien we ook in de bouwwereld dat het een en ander stop ligt. We kunnen niet zo snel vooruit, zodat het in juni klaar is. Dus we sturen nu op september-oktober van dit jaar.